Ja, natuurlijk vissen hier weer en vandaag weer een nieuwe gun game hier op mijn kanaal. En je ziet het, dit is Black Ops en gun game en ik ga spelen op Nuketown. Dat is wel grappig natuurlijk. Ik had net een potje gespeeld. Ik heb het opgenomen. Ik weet niet of ik het online gegooid heb, maar ik had gewonnen. Ik vond het op zich, ja, een beetje een lastige map. Het was een beetje laggy en zo en ik werd er een keer uitgegooid daarvoor en zo. Ik weet dus niet of ik het online gegooid heb. En misschien is dit wel het tweede potje die ik online gegooid heb. Nou, daar ben ik weer. Je geld gedoneerd, want je moet een kortpoints inleveren daarvoor. En je krijgt, als je wint, krijg je 30 kortpoints. Het is leuk dat erin zit, maar het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Nuketown in ieder geval. Nou, ik krijg in ieder geval echt een rare volgorde. Tenminste, ik krijg wel het standaard volgorde. Dat is wel leuk te gaan. Alleen, het is wel echt kutwapens af en toe. Twee snipers zitten er ook tussen, dat je denkt van hit machine heaven. We gaan eerst met een Python. Gaan we beginnen. En ik ben geen host. Die kat Razorface is de host. En dat is ook wel een nadeel van Black Ops 1, dat je gewoon eigenlijk geen host meer bent. Out of the money. Here's the money. Ja! Hoi! Oké, hipfire machine. Oh! Waar zat hij dan? My god, dat meen je niet. Zat hij daar aan te campen? Wauw, what the fuck? Ja. En, oei! What the fuck? What the fuck? Ging heel snel. Oké, kom maar. Weer een akimbo. Zizzle. Wat is het? G18 of zo, weet ik wel. Zoiets of zo. Nu krijgen we in ieder geval een AK. Hey, what the fuck? Waar was hij? Hij was even weg, die gast. Jezus. MK14. Ja, ik heb hem wel. Oh, gelukkig. M16. M16! Famas, niet zo moeilijk. Volgende wapen is de AUG, ook niet moeilijk. Wel zo. Oh. En dan de HK12 of zo is dat, weet ik veel, zo'n ding. HK12 of dat of zo, weet ik veel. Ja, HK21. Oké, nou, ik had een fout. Kan gebeuren. Oké, volgende. Ja, weer achter me natuurlijk. M60. Oeh, die gaat die auto ontploffen. Ja, ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Sniper, L96. Ja, weg, weg. Volgende sniper. Wat is dat? Oh, dat is een... wat is dat voor ding? WA2000. Dat is zo'n... Oh, die heb ik weg, 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 weg. Oké, daar komt de Grim Reaper. Grim Reaper. Dat is ook AIDS hoor, trouwens, dat ding. Dat ding is ook AIDS hoor, Grim Reaper. Maar ja, dat. Oh, waar begin ik nou weer? In een kuthuisje. Oké, wegwezen ermee. Krijgen we de China Lake? Niet! Oh, gelukkig. Ik wou zeggen, hij wil mijn knijven misschien. Oh, lek. Lek, Spike! Oké, wegwezen ermee. Volgende. Wat is dat? Dat is een tumper. Oké, moet even. Nee, niet waar, niet wakker. Op idee, ja. Nou, nog een wakker. Nou, twee hitmarkers. What the fuck? Motherfuckers. Nou, dat is toch bullshit? Oh, daar kan ik toch niks aan doen, jongens. Kom op. Ja, weer dood achter me. Lekker hoor. Hitmachine, tumper. Oh, lek, Spike. Ja, nou heb ik hem. Hé. Ja, hij is dood. Hij is dood. Hij is dood. Hij is dood. Nee? Oké, jammer. Even.
Nou. Ja, goed zo. Even kijken. Ik weet dat die vloer kan torken. Maar ja. Ja, goed zo. Haha! 3 bar winst. Ja. Oké, die ranks waren misschien een beetje laag. Maar toch, die ene gast die deed het wel goed eigenlijk met zijn host. Voordeel natuurlijk. Direct impact. Ding. Dat is een kop. Het zo toch? Nee. 2 bar. Lekker. Lekker hoor. Lekker. Nou ja, als je het leuk vindt trouwens dit om te zien, geef dan even een duimpje omhoog. Want dan, ja, dan ga ik misschien wel meer doen. Misschien ook wel gun game op dit. Gun game op Ghost. Gun game op Advanced Warfare. Wat jullie leuk vinden. Weet je wat? Laat me achter waar ook ik het volgende potje gun game moet gaan doen. Op welke Call of Duty. Ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En bye bye.